Hallo iedereen en welkom in deze video. Deze video is specifiek gericht voor tweelingvlammen in eenheid. Daarom hoef je nog niet per se fysiek samen te wonen of getrouwd te zijn of wat dan ook. Omdat eenheid er altijd eerst de energie laat plaatsvinden. Dus we gaan een kaart eerst van deze trekken, van dit deck. Eén voor de mannelijke energie in deze connecties en één voor de vrouwelijke energie. Oh, Emperor. En één voor de vrouwelijke energie. Eén voor de vrouwelijke energie van tweelingvlammen in eenheid. Oké, ik hoop dat ik ze nog eens moet zo doen. Ik hoor vooral dat de vrouwelijke energie met heel veel dingen bezig is. Ja, en de vrouwelijke energie, ze krijgt de Hanged Man met Crossroads, Transition, Turning Points en Decisions. Dus de vrouwelijke energie in deze connectie zit echt op een punt, op een kruispunt in haar leven, waarin dat ze opnieuw weer door een nieuwe transitie gaat, weer naar een next level, waarin dat ze de keuzes moet gaan maken om weer in die hogere energie van die Empress te gaan stappen. En het is mooi om te zien in de twee andere video's, van waar dat tweelingvlammen in scheiding zijn, dan krijgt de vrouwelijke energie daar de Empress, en dus dat ze daarin verder aan het groeien was. Terwijl hier is de mannelijke energie die de Emperor krijgt. En het mooie daarin is dat ik ook echt voel dat de mannelijke energie in deze connecties eigenlijk gevonden hebben van wat dat betekent om een geheelde mannelijke, een geheelde divine masculine te zijn in het fysieke en het dagelijks leven. Wat dat inhoudt, wat dat betekent. En meer nog, welk effect dat geeft op de mensen om zich heen en op het grotere collectief. Oké, wat zijn de boodschappen van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie? Here we go. I watch you on social media and the internet. It's my way of staying close and finding out more about you. Ja, dat is hetgeen die ook bij de vrouwelijke energie en de andere decks naar boven gekomen is. Maar hier komt het bij de mannelijke energie. En dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien hoe dat het, wanneer je in eenheid bent, plots kan gaan verschuiven. Dus naarmate dat de mannelijke energie meer aan het leren is hoe dat betekent om als een emperor in het leven te staan, dan gaat hij stiekem toch nog altijd eens gaan kijken op je sociale media, waar je mee bezig bent, of datgene wat je zegt tegen hem, of dat dat wel klopt, of dat je nog steeds loyaal bent, of wat dan ook. En dat is eigenlijk om de schaduwen die hier en daar zijn, om die, ik zou bijna zeggen om die te gaan voeden, maar eigenlijk is het om die te gaan ontkrachten. Wat zien we dan nog? I've watched you change and grow so much. I'm trying to release my attachment to identity so I can change too. Dus dat is hetgeen wat hij eigenlijk aan het doen is. Hij door bij jou op jouw sociale media of je website of naar je foto's te gaan kijken. Of ik weet dat mijn tweelingvlam mij ooit eens gegoogeld heeft. Om te kijken wat hij daar allemaal kon te weten komen dat ik hem nog niet zou gezegd hebben. En dat is omdat ze die connectie op een zo diepe manier voelen dat ze wel eens zeker zijn. Dat ze wel dus eigenlijk al vanuit hoe dat ze gewoon zijn om te gaan doen. Hè, logica en plannen en ideeën en een gans stappenplan uitzetten. Willen ze dat ook doen in die connectie, maar dat lukt natuurlijk niet. En dus probeert hij eigenlijk vooral de gehechtheid naar het plannen, de gehechtheid naar wie dat hij vroeger was, om dat te gaan veranderen, om in die emperor te gaan groeien. En wat zegt hij ook? Ik wou dat je kon zien dat wij elkaar op dit moment zelfs ook aan het spiegelen zijn. En dat hetgeen dat ik ook gezegd heb in de vorige video's. Het gaat echt soms tot de meest onbenullige dingen. Als het allebei eten van een hamburger op dezelfde dag, zonder dat we van elkaar op de hoogte zijn. Maar het gaat ook over diepere dingen. We are coming into union is ook iets dat hij wil laten weten. Zo mooi. Oh, zoveel dat er nog uitgekomen. Jullie hebben geluk. Normaal waren er maar 4 boodschappen. Maar ja. Wat zegt hij nog? Ik ben moe om fysiek van jou verwijderd te zijn. En ik probeer mijn angsten te overkomen en te transformeren. Dus to process.
zodanig dat ik terug kan komen thuis, weer thuis kan komen bij jezelf. Want die zo laten liggen, hè? Dat is veel te mooi. En dat was echt de mannelijke energie ook nog. Ik dagdroom over jou. Soms is het seksueel getint en andere momenten. Visualiseer ik onze toekomst samen. Ja. Wat ik merk dat naarmate dat mannelijke energie evolueert in die Emperor, is dat zij ook vaak heel hard met energie gaan werken. Logisch. Maar dat zij ook gaan visualiseren dat jullie samen zijn. Dus niet alleen op seksueel vlak, maar ook gewoon vanuit het energetisch verbinden, waarin dat je samen naast elkaar zit en waarin dat de mannelijke energieën echt de verschillende energieflow, verschillende energiestromen tussen jullie kunnen gaan zien. En wat zegt de mannelijke energie als laatste boodschap? Dat is ook wat seksueel getint. I want to hold you in my arms and feel our bodies unite as one. Ik ga die twee samenleggen en deze hierover, zodat de video niet offline gehaald wordt door een of andere rare regel van YouTube. Dan, dat is de boodschap van de vrouwelijke energie naar de mannelijke energie. Wat is de boodschap van de vrouwelijke energie naar de mannelijke energie in deze connectie? Tweelingvlammen in eenheid. En die namelijk als twee. I need you to trust me and believe I am working toward union with you. Dus de vrouwelijke energie vraagt aan de mannelijke energie om haar te vertrouwen. Dat niet alleen hij is die naar die eenheid werkt, maar dat ook zij daar aan meewerkt. Dus dat ze eigenlijk samen werken naar die union. I'd long ago shut down, dus I would long ago shut down those parts of me that wanted love, romance and intimacy, but you make me long for those things again. Ja, en dat is ook hetgeen dat heel veel vrouwelijke energieën ervaren. En dat ze eigenlijk zodanig hard vastzaten in hun mannelijke energie, dat ze weer ook weer moeten leren om te vertrouwen. En dat het oké is om zich volledig kwetsbaar, compleet naakt, en dat heb ik niet lichamelijk, maar op zielsniveau te stellen ten aanzien van de mannelijke energie, wetende dat ze alles in zich hebben om jou als vrouwelijke energie zo diep te kwetsen en helemaal van de kaart en van de grond, met de grond gelijk te maken, maar tegelijkertijd ook het vertrouwen te hebben dat hoe meer kwetsbaar en hoe meer je openstaat en emoties toelaat, dat ook de mannelijke energie dat gaat gaan doen. Wat zegt de vrouwelijke energie ook? I feel like I don't deserve your love. I'm worried you will leave me when you see who I really am. Dat is ook iets dat bij de anderen is naar boven gekomen. En dat is ook een angst die eigenlijk ook weer spiegeld is. Waarin dat de vrouwelijke energie zei dat het rond fysieke kenmerken gaat. Of bijvoorbeeld iets waarvan hij weet dat jouw tweelingvlam dat waardeert aan jou, of dat als het ideale beeld had van zijn ideale partner, laat maar zeggen, en dat jij nu misschien ergens tegenaan loopt, hè, want daar komt er ook uit dat je met heel veel dingen bezig bent als vrouwelijke energie, dat je dan denkt van, oh my god, nee, nu door dit obstakel of door dat anders te gaan doen, gaat mijn mannelijke energie mij zien als een falen. Weet dat dat dus dat niet klopt. Zeker niet als je al in eenheid bent met je tweelingvlam. Dan staan jullie ver genoeg om ook daar doorheen te werken. En om die issues via een open communicatie aan te pakken. En wat hebben we nog als laatste boodschap? My or your children need to come first. Trust that they are part of our plan. Een alternatief kan het ook zijn dat het gaat over de innerlijke kinderen. Dus pas dat toe zoals dat past voor jou. Maar het gaat er dus dat de kinderen van jou of van de mannelijke energie eerst moeten komen. En eigenlijk in deze situatie is de vrouwelijke energie die dat zegt tegen de mannelijke energie. Dat is ook mooi dat dat hier komt. Dat ze eigenlijk vanuit liefde zegt van, doe maar en deal maar met wat hij moet dealen. Ook al is het gewoon zijn innerlijke kind. Die moet verder nog geheeld worden om inderdaad tot die eenheid te kunnen komen. Omdat ze weet en vertrouwt dat de eenheid voorbestemd is. En dat ze voor elkaar weggelegd zijn. En voel en hoor dat je deze nog moest nemen. En daar staat nog een laatste boodschap van de mannelijke energie en de vrouwelijke energie als antwoord op deze. I'm walking home to you. I'm not sure where I am on the path, but I'm walking it. En dat is het meest belangrijke. Zeker
waar je bijvoorbeeld nog niet volledig fysiek samen bent, dat je blijft vertrouwen en dat elke stap vooruit, al is maar één kleine stap, is een stap vooruit. En dat uiteindelijk die union is voorbestemd. Dus die union zal er komen. Je moet ook weten dat die eenheden, dus het samenkomen, fysiek samenkomen tussen tweelingvlammen, bewust ook georchestreerd wordt, zodat niet alle tweelingvlammen op hetzelfde moment samenkomen. Want dat zou een zodanig gigantische vortex creëren op de aarde, waardoor dat eigenlijk fysiek onmogelijk wordt voor andere mensen om gewoon nog te leven op aarde. Net omwille van die hoge energieën die dan zouden binnenkomen. Dus net daarom, vertrouw je eigen proces. Vertrouw dat de dingen lopen die moeten lopen. Focus ondertussen, zeker als vrouwelijke energie, op jezelf. Is er communicatie? Is je mannelijke energie bij jou? Geniet ervan dat moment samen zijn. Is hij weer eventjes weg en gaat hij zijn eigen ding gaan doen? Of is hij met iets anders bezig? Bijvoorbeeld kinderen of familie of werk of wat dan ook. Laat hem ook die kans om dat te doen. En vertrouw dat die eenheid, zoals je hier ziet, er sowieso is.